is. Ik wil Milan nog even zoenen en knuffelen. Ik zal je redden voor het te laat is. Ik kom eraan, Iona. Wacht op mij en hou je tong maar nat. Want ik lik hem helemaal. Oké, Milan. Oké, iets te veel details. Dagelijks HD. Hallo mensen, vandaag is het leuk jullie te kijken naar een nieuwe plot van de kijker. Mijn naam is Milan en vandaag, zoals je ziet, beginnen we met een quiz. We gaan gewoon meteen beginnen. We gaan meteen een plot bekijken van iemand, van niet zomaar iemand, van mastercrafter-nl. Dat weet ik gewoon zonder naar die sign te kijken. Hoe weet je dat, Milan? Nou, misschien omdat ik hier ben heen geteleporteerd. Geteleporteerd. Er staan hier vier mensen op de server. En die hebben dat mij verteld. Die zeiden van, yo Milan, check even deze plot. Dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon even kijken. Dus wij gaan vandaag een quiz doen. En hun zeiden dat er heel veel vragen zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Bedankt voor de tip. We gaan gewoon kijken. Deze quiz gaat over alles. Regel have fun. Nou, dat komt helemaal goed. En dit is de Twitch. Dus als je kijkt, hey, dat is de Twitch. Even zelfpromotie. Mag helemaal, mag allemaal. Mag allemaal, maar dat mag gewoon allemaal. Opgeven mag geen optie zijn. Oké, ik ga niet opgeven. Wij gaan door. Vraag 1. Wat is de afkorting van Minecraft? Ik denk... Mika. Mikker. What the fuck, Corin is vuurwerk. Minecraft. Ja, MC. Doe maar MC, hè. Dat lijkt me wel handig. Lekker! Wat is dat dan weer? Haags? Lekker is Haags, toch? Alles met AH op het eind is Haags. Dus als je zegt frikandel, is het frikandel. Nou, dat is Haags. Hoppakee. Welk land ligt niet in Europa? Welk land ligt niet in Europa? Wat een vraag. Ik vind het wel leuk, zo'n quiz. Singapore, Noorwegen, Albanië of Estland? Ja, de tyves. Zo, ik ga allemaal trekjes van Don overnemen, joh. Dat is niet normaal. Estland, Albanië, Noorwegen. Noorwegen sowieso. Die klinken wel heel bekend. Ik denk Singapore. Zeg alsjeblieft dat het goed is. Dat is helemaal 100% zeker weten goed. Yes! Topografie in 10. Je hebt voor full gold armor 24 iron nodig. Wat? Dat is niet waar. Oh, leuk. Waar? Niet waar. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Dacht ik zo. Lekker hoor. Toppie. Kijk maar even naar buiten. Nou, dat gaan we doen. Prachtig. Nou, hebben we dat ook weer gehad. Vraag 4. Wist je al voor naar buiten te kijken dat je al bovengronds was? Ja, dat wist ik. Tuurlijk. Ja, zeker. Wist ik echt wel. Nice. Maar beide waren juist. Vraag 5. Uit welk land komt het automerk Ford? Ja. Duitsland, denk ik. Net zoals Volkswagen, gok ik. Zeg dat het goed is? Nee. Duitsland produceert veel auto's, maar geen Ford. Oh, shit. Ja, hoe moet ik dat nou weten? Japan dan? Of, nee, dat klinkt... Nee, Verenigde Staten. Dit is wel handig trouwens, dat je als je naar beneden gaat, dat je dan niet meteen het antwoord kan zien. Dat is een goede... Als je dit ziet en je maakt zelf een plot, zorg daarvoor, want dat is ideaal. Dan kun je niet spieken. Ja, het is goed. Nou ja, dat weet je, dat interesseert me eigenlijk geen fuck, want auto's boeien me geen rol. Nu ga ik even vervelend doen. Ga links om het onzichtbare doolhof over te slaan. Nee, ik ga het niet overslaan. We gaan het doolhof gaan we gewoon doen. Ik heb het al heel vaak overgeslagen. Ik heb het gevoel dat dit nou een doolhof is die ik wel kan. Een onzichtbaar doolhof is echt zo vervelend. Maar wij gaan er doorheen. Hoppakee. En hier winnen. Hoppakee. Oh, dit gaat goed. Hoppakee. Ja hoor, ik kom bijna bij het eind. Ik ben bij het eind. Ja. Nee. Ja, ik ben er. Nice. Vraag 6. Wat is Nauru? Wat is Nauru? Dat is alsof je vraagt wat betekent Vlukkemunk of Frinkemunk of zo. Ja, weet ik veel. Een festival in Azië. Ja, de tyfus. Nauru. Nauru klinkt als een gerecht in Afrika. Oh, lekker potje Nauru. Ja, lekker man. Oké, man. God, gloeiende gloeilamp. Dat is het dus niet. Een festival in Azië dan misschien? Is dat het? Stofzuiger. Dat is het dus ook niet. God, gloeiende stofzuiger. Moet dat? Een eiland in Oceanië. Nou, dat moet het dan wel zijn, hè. Wist je dat Nauru een van de kleinste landen ter wereld is? Lekker. Nou, dat weten we dan nu. Zo, we leren nog wat, jongens. We zijn samen nu gewoon niet eens op school en we leren wat. Terwijl school vet kut is. Maar wel belangrijk. Nee, fuck school. Oké, waar komt zangeres Tove Lo vandaan? Wat een kutvraag. Ik bedoel, wat een leuke vraag. Tove Lo, weet ik veel. Dat klinkt Noors. Dat klinkt heel Noors. Noorwegen!
Noorwegen! Dat is het dus denk ik niet. Zweden, misschien dan. Dat heb je helemaal goed. Nou, daar ben ik blij mee. Vraag 8. Welke acteur speelt niet in Game of Thrones? Jason Statham. Jason Statham, ik weet het meteen al. Speelt niet in Game of Thrones. Nee. Wat? Wel speelt hij in andere goede actiefilms. Ja, dat klopt. Namelijk Dead Race is het kijken waard. Nou, Dead Race is het kijken waard. Ik heb geen idee welke film het is, maar Mastercrafter zegt dus het kijken waard. In welk jaar eindigde de Tweede Wereldoorlog? In welk jaar? In 1945, dacht ik. Want de Tweede Wereldoorlog is van 1940 tot 1945. Waar stop je een stekker in? In een anus. Een fiets. Ik ben heel erg benieuwd wat er bij een fietsbel staat. Heel erg benieuwd. Zou grappig zijn. Ja, inderdaad. Oh, we hebben hier een vriendje. Jolo Wessel. Hallo, ga jij nu alles weer verpesten? Ga je de hele tijd weer voor me lopen? Ben jij ook zo iemand? Jongen. Een stopcontact is het goede. Maar ik ben heel erg benieuwd wat de grond zegt. Dat kan, maar dan gebeurt er niks. Hij heeft wel overal over nagedacht. Stel, je hebt het fout, je bent echt een retard en je denkt, nou, stopcontact doe ik gewoon in de grond. Dan kan dat. Zie je, dit is weer zo iemand die gaat dan voor je lopen voor bordjes en zo. Potverdorie, jongen, Jolo Wessel. Potverdorie. Rood plus blauw is oranje, denk ik. Rood plus blauw is 9. Wat? Ja, man, dat zal wel paars zijn dan, weet ik veel. Nou, dat is paars. Oké, ik dacht oranje. Wat bevindt zich in het Stronghold? Godgloeiende YOLO, Wessel. Stronghold. Volgens mij heb je in de Stronghold een portal naar de end. Een dropper. Ja, dat is goed. Land wel in het water. We gaan ons best doen. We gaan ons uiterste best doen. Hier tussen. Oh, godgloeiende gloeilamp. We gaan het nog een keer doen. Ja, Wessel. Lukt jou ook niet? Oh, ik weet niet of dat hem lukte. Voor mij wel namelijk. Kut. Hij ging daar. Oh ja! Oh, nice. Dit is gewoon de tactiek van een Leolo, meneer. Vraag 13. Hoe hoog kan een flow spelen? Hij gaat trouwens niet meer in de weg staan. Perfect. Hij speelt gewoon het spel. Dus de Wessel, als je kijkt, top. Top. Echt leuk. Spelen we samen dit spel. Hoe hoog kan een flow springen? Hoe hoog kan een flow springen? 400 keer zijn lichaamslengte, 350, 300... Ja, dit is gewoon een kwestie van gokken met de boerenpet op. Dat zal wel 400 keer zijn. Rozijn. Dat zal wel 400 zijn. Rozijn. Ja, dat rijmt dan. Potverdorie. Hij is wel goed hoor. Wat is hierboven dan? Huh? Goed zo, linkertrap is er om het doolhof over te slaan. Oh, dus weer een doolhof. Nou, laten we die maar overslaan. Dat heb ik nou wel gezien. Ik vind die quiz leuk, man. Ik vind die quiz heel leuk. Uit welk land komt Neymar Junior? Die komt uit... Spanje, volgens mij. Als ik het goed heb. Nee, dat heb ik niet goed. Dat is een fucking appel. Jezus. Dan is het Argentinië. Dat moet wel. Nee, wat? Are you shitting me? Oh, tuurlijk, Brazilië. Oh my god, wat stom. Samen met Hulk en met allemaal andere voetballers die ik allemaal ken. Werd al vader toen hij 19 was. Zijn volledige naam is Neymar de Santos Junior. Oh ja, Silva, die speelt ook nog in de shit. Neymar alleen voor het tekenen van de contract bij Barcelona 10 miljoen euro. 10 miljoen. 10 miljoen euro bij alleen tekenen? Kan ik dat ook? Kan ik gewoon een plaatje tekenen van een koe en dan gewoon opsturen naar Barcelona en krijg ik 10 miljoen? Tering. Wist je dat Neymar per maand meer dan 2000 euro uitgeeft aan zijn haar? Nee, dat wist ik niet, maar dat interesseert me eigenlijk ook niet zoveel. Fucking boeien. Op welke datum is Dit is Milan aangemaakt op YouTube? Dit is geschiedenis van mezelf. Ik ben heel erg benieuwd. Gaat Jolo Wessel het weten? Gaat hij het weten? Ik weet hem, denk ik nu. Ja, ik weet hem. Nee, fout. Fout. Hij komt weer terug. Let maar op. Ik ga lekker niet het goede antwoord inlopen. Ik laat hem lekker raden. Welke zou het zijn, denkt Wessel? Ik denk dat ik Milan maar aan de beurt laat. Nee, toch? Oh, nee, weer fout. Helaas. Het is deze. Ik ga snel hierin. Hij ziet het niet. Oh, hij ziet het wel. Shit. Waar is iemand met claustrofobie bang voor? Voor mieren. Voor kleine ruimtes. Ja, natuurlijk, kleine ruimtes. Dat is claustrofobisch. Soms heb ik het gevoel dat ik dat heb, maar ik denk het niet. Maar soms denk ik het wel. In welke film sprak Enzo een stem in? Dat weet ik niet zo goed. Volgens mij de notenkraak. Holy moly, het werd ineens zwart. Voor welke F1-team rijdt Max Verstappen? What the... Oh, dit is leuk, man. Allemaal van die kamers, zeg maar. Leuk. Max Verstappen.
Ja, dat zal Ferrari zijn dan, denk ik. Weet ik veel. Ferrari is rood, meestal. Ja, correct. En wat is nu het punt wat je wil maken, zeg maar? Ja, weet ik veel. Max Verstappen, man. Jezus, wie kent hem? Fietsbel. Die kent hem. Sauber was het niet, dat zag ik net bij hem. McLaren, denk ik. Nope. Ja, godgloeiende Toro Rosso. En dan ook echt weer het laatste moet het zijn dan voor mij. Hè? Dat is op mijn toets ook altijd zo. Hebben jullie dat ook altijd met toetsen? Dat je dan zeg maar iets gokt en dan is het altijd de verkeerde. Of altijd dan gok je die en dan is fout en dan die en dan is fout en dan die. Oh, de laatste is goed. Toevallig. Altijd. Welke kleur hebben de ruiten in een kaartspel? De ruiten zijn rood volgens mij. Dat is natuurlijk goed. Hoeveel harten heeft een regenworm? Een regenworm heeft meerdere harten. Oh ja, want als je dat beest door midden knipt, wat ik vroeger wel eens heb gedaan, dat is best grappig. Als je zo'n worm, als je een worm, godgloeiende YOLO, worm. Als jij een worm door midden knipt, dan leeft hij gewoon nog, dan loopt hij gewoon nog door. Of kruipt of shit, en dan zie je hem helemaal zo. Dan denk je, wat de fuck doe jij nou weer? Dus hij zal inderdaad meerdere harten hebben, dat is wel logisch. Dan denk ik 10. Dat zou het meest logische zijn. Ja, zie je, 10. 21. Hoe heet de vorm van de blokken? Wat? Een kubus? Denk ik, toch? Ja, zeker. Vraag 22. Wie zijn de makers van de Call of Duty-serie? Dat is Activision. Nou, dat zijn niet echt de makers, volgens mij. Of zijn dat de uitgevers? Ik weet niet precies. Volgens mij zijn dat de uitgevers. En de makers zijn heel wat anders, dacht ik. Maar dat maakt niet uit. In welke maand begint de lente? Weer een leuke kamer, dit. De lente begint in april, hoop ik dan maar. Anders dan is het 1, 2, 3, 4. Hoedje van karton. Hoedje van karton. Melanie is dom. Het is in mei. Nee, ook niet in mei. Je hebt dit niet gezien. Ik heb het gewoon in maart. Dikke taart. Ik heb het goed, natuurlijk. Hoeveel minuten duurt een hele dag in Minecraft? Met een dag wordt bedoeld de nacht en dag 24 uur in het echt. Oké, 30 minuten denk ik. Dacht ik. Zeg dat het waar is. Zeg dat het waar is. Nee, moest ik dit hele kut eindlopen voor een antwoord van nee. Potverdomme ja. 20 minuten dan misschien. Ja, simpel kort parcours met een quiz erin. Simpel kort parcours met een quiz. Oh, 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 maar hij weet precies wat ik leuk vind en wat niet. Mastercraft NL. What are you doing? I like this very much. Het eerste YouTube filmpje heet Me at the Zoo. Dat is waar. Dat is waar inderdaad. Dat is 10 jaar geleden of zoiets. Het is helemaal goed, dankjewel. Het filmpje kwam op 23 april 2005 op YouTube en is daarmee de eerste. Ja, ja, dat is van de makers van YouTube. En die dachten dat het grappig was om een keer een video bij een dierentuin op te nemen. Dus dat is wel leuk gemaakt zo. En toen stond hij bij een olifant. Toen legde hij uit van, dit is een olifant heeft een slurf. Nou, dat was het filmpje. En die is echt miljoenen keren bekeken. Geloof het of niet? Waar ga ik nu heen? De zon is ongeveer 110 keer groter dan de aarde. Nou, dat zal wel. Als het 115 is, dan ga ik schelden. Oké, het is goed. Wist je dat de zon bijna 150 miljoen kilometer van de aarde ligt? En wist je dat in de kern van de zon is het ongeveer 50 miljoen graden, 15 miljoen? Nou, dat is heel erg interessant. Dan verbrand je levend. Dan komt je pizza er meteen helemaal vers zwart uit. Dus niet vers. Hè? Nou ja. Dit is leuk. Een glijbaan. Gaan we naar beneden. Oh, leuk. Whee! Where to go now? Oh, oh, oh. Ik zie onder water helemaal niks. Frunk. Ja, rennen. Wie heeft Minecraft overgekocht? Een hele rijke man. Ik denk Microsoft. Jazeker. Dat is correct. Dankjewel. Wist je dat Microsoft ongeveer 2,5 miljard betaalde voor Minecraft? Ja, dat wist ik. Wist jij dat? Nu wel. Dus je zegt gewoon ja. Zeg je, ja, tuurlijk Milan, wist ik dat. Je zegt het toch net. Wat is bij Darter de maximale score per pijl? De maximale score per pijl. Als je op 180 kan gooien, dan is het 63. Dat lijkt mij dan een beetje logisch, denk ik dan. Ja. Hoeveel leden heeft de band... De band. De band. Oh my god. De band. Hoeveel leden heeft een videoband? Echo Smith, dat is een band natuurlijk. Een rockband, geloof ik. Maar ik weet niet hoeveel leden. Dat is allemaal old school shit. Oh, hier kan ik niet in, of wel? Oh, we gaan het zien. Spanning en sensatie, het is goed. Oh, dat was een goede gok. Wie is Naomi van As? Iemand die verbrand is. Van As. Flauwe grap.
Ik weet niet wie dat is. Ik weet echt niet wie dat is. Naomi van As. Naomi van As, ik hoop dat je voetballer was. Koffiezetapparaat. Nee, dat weet je dus niet. Naomi van As, ik hoop dat je een hockeyster was. Lekker lekker van de fietsbel. Nou, I believe I can fly. I believe I can touch YOLO whistle. Yeah. Wie stuurt Nederland naar het Songfestival 2015? Wie de fuck kijkt dat? Dat kun je beter vragen. Treintje Oosterhuis, Zangerines. Ja hoor, Zangerines sowieso. Milan en zijn knol. Chantal Jansen. Common Linnets. Of Anouk. Voor 2015? Ja, weet ik veel. Wat staat hier? Milan en zijn knol. Dit zou natuurlijk de enige betere optie geweest zijn. Zie je het al voor je? Ja, zie je het voor je? Dan zing ik de Ik Wil Fietsen samen met Enzo of zo. Dat zou echt belachelijk zijn. Zangerines? Dat zou natuurlijk meteen een winst zijn. Maar als hij gaat, moet Romana mee? Ja, dat vind ik ook. En Treintje Oosterhuis, dat zou ik nog wel eens kunnen zijn ook. Treintje Oosterhuis, ja. Wat is Twitch? Oh, en ook helemaal in de kleur van Twitch. Wat leuk. Twitch is een dating site. Ja hoor, zeker weten. Dan kun je de lekkerste mannen ontmoeten. En muizen vallen broodrooster. Ik vind het echt leuk, die woorden, man. Echt leuk bedacht. Nee, dat is een streamplatform voor gamers. Daar hebben wij natuurlijk de 24 uur livestreams op gedaan. Kort parcours in de saaie koppelhut. Saaie koppelhut? Hey, je moet niet zo vertellen dat het saai is, hoor. Het is nog best wel leuk. Het ziet er toch best wel leuk uit, dit. Hoppakee. Hop. En hop. En hop. Kijk. Ik vind het wel een leuk parcoursje, hoor. Ik kan dit gewoon. Als het niet te lang duurt, dan kan ik het gewoon. Dan heb ik ineens talent. Land in het water. Gaan we doen. Gaan we doen, meneer. Oké. Und where to go? Er staat hier een gigantische goede pijl. Wie is Roman Edwards? Dat is een vlogger, prankster, acteur, stuntman of Spider-Man vakkenvuller? Ja, laten we voor Spider-Man vakkenvuller gaan. Dat is hij. Oh. Nee, Roman Edwards is echt een fucking dope pranker, vlogger. Die is nog heel populair aan het worden. Wist je dat Roman twee kanalen heeft? Eén voor zijn pranks en één voor zijn dagelijks vlogs waarin je zijn vette leven ziet. Wist je dat Roman op zijn pranks en al meer dan 6 miljoen abonnees heeft? Zeg, ben jij aan het reclame aan het maken voor Roman of zo? Nee, maar dat verdient hij wel, hoor. Die kerel is zo grappig. Wist je dat Roman op zijn tweede proberen 2 miljoen? Nou, dat is heel veel. Zeker de moeite waard om te zeggen? Nou, dat is wel leuk. Dit was het, tot zover. Laat in een boekje reactie achter. Ik waardeer reacties en tips heel erg, heel erg. Nou, weet je wat? Ik doe gewoon een sign, laat ik achter. Zoals meestal. En de jongens staan hier alweer bij de uitgang. Dus super dope dat ze hier alweer staan. Waar de fuck is ik weer de ingang? Daar zo. We gaan nu gewoon een sign erbij zetten. Zoals altijd bij een plot. Ik vond hem leuk. Wil jij zelf nou even hier bij een plot kijken? Dan kun je natuurlijk gewoon nu naar / warp. En dan ga je naar quiz master. Nee, we doen quiz master. Quizmaster. Gewoon quizmaster. Bam. Hop. Ga je daarheen. Ga eens even met je schouder uit beeld. Dank u. Quizmaster. En dan kun je zelf spelen. We gaan door naar het volgende plot. Aangekomen bij een nieuw plot van Ultra Gaming. En er staat hier gigantisch groot ingang. En dat vind ik altijd handig. Dat weten jullie onderhand wel. Daar ginds zie ik zelfs al een ingang staan met een gigantische pijl. Dat vind ik echt super chill. Want dan weet ik meteen waar ik moet beginnen. Dus we gaan beginnen met een plot van Ultra Gaming. Kijken wat hij heeft gemaakt. Luca Park en Ultra Banaan Game hebben meegemaakt. Welkom in de map, leuk dat je hem speelt. De regels zijn geen blokken breken, geen fly, niet cheaten. Laat op het einde reactie achter. Ik hoop dat je hem speelt, Milan. Red prinses Iona in het kasteel. Oh nee, we moeten een prinses redden. Jij, ik ga je redden. Oh, dit moet ik zeggen. Ik ga je redden, ook al ga ik dood. Misschien dood, oké. Okay. Zet een sign als je hem speelt, Milan. Nee. Oké. Oké, ik heb hem geplaatst. Er stond niet wat. Hier beginnen. En dan? Moet ik omhoog? Oh. Dus, how the fuck can I jump this shit, yo? How the frunkemun can I jump this? This is impossible jump. This is not mogelijk. How can I jump this? Oh, maybe I can jump this like this. No, I cannot jump this. Potverdorie, ik kan die niet jumpen. Voor mijn gevoel in ieder geval niet. Bandiet. Oké, we moeten even stemmen voor de bandiet. Hallo. Nee, de... Hallo. Nee. Hallo. Hallo. Nee. Hallo. Zo, tering. Dat was hem, denk ik. Hallo. We gaan niet de gat in. Ik zou maar... Ik zou maar wat? Ik zou maar wat? Nou, daar gaan we. Wee. Oh. Oh. Shit. Nee, ik ben gevangen. Het is al voorbij, jongens, de aflevering. We gaan omhoog vliegen. Ja, ik weet alle juiste. Wat?
Wat? Waar heb je het over, meneer de bandiet? We hebben een quiz. Oh, hij weet alle juiste antwoorden, denk ik. Wat zijn de kleuren van de Griekse vlag? Groen, geel, banaan en vliegende yoghurt. Even kijken. Griekenland. Hoe ziet Griekenland? Is wit en blauw en met sterren en dingen. Ja, wit, blauw en zwart zou kunnen. Dat weet ik niet zeker, maar sowieso blauw en wit. Ja, hoppakee. Hebben we. Waarin zit de prinses? Dit. Wit. Waarin zit de prinses? Dit. Wit. Ik denk misschien herhaal, als ik de vraag herhaal, dan kan ik het begrijpen. Maar waarin zit de prinses? Dit. Een huisje, een kasteel of een villa? Wat? Kasteel? Waar heeft hij het over? Oké, nou, we hebben het goed. Onzichtbaar Doolhof. Fijn. En hoezo loop ik zo traag? Oh nee, ook dat nog. Heeft iemand hier zo lopen snotten op die grond? Dan moet ik... Oh, dat is zo sloom lopen nog. Oh, we hebben hem gehaald. Parcours. Hier volg al het granite. Granite. Oh shit. Dat was stom. Dat was echt stom. Ik moet me even concentreren. Ik moet me zelfs concentreren op de simpelste jumps. Zoals net ging het weer mis. En ik concentreerde me gewoon. Ongelooflijk slecht, Milan. Ongelooflijk. What to do? Hier? Staat hier hier? Ja, dat staat hier. Hoe kom ik daar, joh? Oh my god. Ik moet hier opspringen. Oh, maar ja, oké. Okay. Dus, maar als je hier misspringt, dan moet je dus weer vliegen. Oh my god. Huh. Oh, mis. Damn, hey. Dit is voor mij veel te moeilijk. Ga naar boven. Ja, ik weet. Laat de reacties maar komen. Milan, je bent noob. Like als Milan dit ziet. volg het pact. The fuck? Wat is een pact? Wat is een pact, meneer? Wat is een pact? Ik weet niet wat het is. Nou ja. Wat is Waals? Perfect Frans, dialect Frans. Perfect Frans is Frans. Dus dialect Frans, denk ik. Ah oui? Bonjour, madame Monsieur. Hoe heet de hond van D? Ik denk, Bumper. Ah oui, ah oui. Hoe heette de makers van de map? Ah oui. Oh, kut, die had ik net opgenoemd. Ultra Gaming sowieso. Ultra Banaan Game. Ultra Banaan... Oh my god. Er stonden net hele andere namen die ik nu hier zie. Voor mij Luca Park, zag ik er tussen staan, toch? Oh nee, heb ik hem goed of niet? Ik sta in de fik. Er gebeurt niks. Voor mij heb ik hem fout. Oh nee, waar ben ik nou weer? Oh, waar ben ik? Even serieus, waar ben ik? Ik ben een hele vlierenlier kwijt. Oh, dat is hem dus niet. Ultra Banaan Game, heet die serieus zo? Oh, ja. Oh, hè? Huh? Oh, wat? Wow. Wat de frunkemung gebeurde daar? Voor mij is hij goed. Er staat nergens dat hij goed is, maar ik denk dat hij goed is. Ja, voor mij is hij goed. Oké, okay. Ultra Banaan Game heet iemand gewoon op Minecraft. Nou, dan dacht je ook wel van... Ik weet niet wat voor naam ik moet hebben. Ik weet het echt niet. Ik noem mezelf gewoon Ultra Banaan Game. Volg de lilypads en ga naar het kasteel. Oh ja, we gaan de prinses redden. Dat was ik alweer helemaal vergeten. Dat komt omdat hij het maar één keer zei. Dus dan was het een beetje van... I don't know what to do. I don't know what to do with you. Help me. Oh nee. Help me! Ja, ik kom maar aan. Oké. Okay. Wacht even. Meisje. Yo, hoe de frunkemunk moet ik dit springen, joh? Hierop? Nee, dat kan helemaal niet. Oh nee. Ja, dit is kut. Hierop. Ik weet niet hoe je deze moet springen dan. Geen idee. Die is heel moeilijk. Help me! Ga naar rechts in de toren! Oké! Okay. Nee, naar rechts, Milan! Oh, sorry. Nee, ga naar rechts, stomme sukkel! Oké, okay, kom al. Oké. Okay. Jona, ik kom je redden. En ik wil je ook zoenen. Waar ben je? Ik ben hier! Ik ben hier! Milan, kus me snel! Ik kom eraan, Iona. En dan gaan we lekker naar, bad. Ik denk dat de prinses in het gebouw is. Zeg ik dat hardop? Of denk ik dit? Dat is een beetje raar. Ja, dat zou heel raar zijn als je dingen hardop denkt. Wat? Wat? In het gebouw? Dus... Dan moet ik... Oh, dan moet ik hierop. Hier via parcours. Oh, oké. Oké. Wat was die stem van die bandiet ook alweer? Ik neem haar maar, hoor. Je kan ze niet meer redden. Zo. Voor mij was dat hem. Oké, kutbandiet. Ik zie je niet, maar ik pak je wel. En dan sla ik je voor je lellebel. Hier, staat er. Hier. Oké. Ze vluchten naar een dorp, maar via de riolering volgen.
Ga in de... En toen was de schrijver dood. Hier houdt hij op met typen. Hierin. Ga in de... En toen was hij dood. Het is heel erg spijtig. Rip in pepperonis. We zijn al lang door met de... Help me, voor het te laat is. Ik wil Milan nog even zoenen en knuffelen. Ik zal je redden voor het te laat is. Ik kom eraan, Iona. Wacht op mij en hou je tong maar nat. Want ik lik hem helemaal. Oké, Milan, iets te veel details. Wat zeg je? Nee, niks. Nee, helemaal niks. Dit is niks aan de hand. Waar ben ik nu? En waar is de prinses? Opdracht. Zoek in de huizen naar Iona. Oh god, hebben we nog huizen. Ben je daar, prinses Iona? Hallo, ik ruik je tong. Ja. Oké. Okay. Oh, wat hoor ik? Ja, je hoort mij. Ik zit een beetje in de knoop met mijn tong. Hij is een beetje dubbel geslagen en hij heeft zin in je. Oh, jeetje, Mina, wat ben je toch romantisch? Ja, dankjewel, dat hoor ik vaker. Hey. Zit je in 178? Nee, sukkel. Nee, je hebt gelijk. God, mijn god, we ben je toch ook een oen? Ja, ik weet het. 16. Is er iemand hier? Nee, ik ben hier niet. En ze heeft godverdagloeiende weer gelijk. Nou, dan gaan we naar een ander. Wat een huis. Wat leuk trouwens dit gebouwd. Even heel wat anders. Oké, we gaan weer in karakter. Dit is wel even een gigantisch huis hoor. Je hebt hier gewoon een paar huizen staan dat je denkt van... Nou, deze heb ik voor Jan Lul gewoon gebouwd. En laat ik Mina gewoon lekker in zoeken. En hier staat me dan toch even potverdorie in Gordon Villa. Tyfus. Huis nummer 156. Nou, doe mij dit huis maar. Hallo, Iona. Iona. Ja, hier ben ik. Ik. Oh, je klinkt als een lekker fietsband. Oh, je bent. Oké, sorry. Ik hou wel op. We gaan naar boven. Ik denk dat je boven bent, Iona. Ja, ik wacht al op je. Oh, ik viel naar beneden, dus ik versprak mezelf. Ja, dit ging goed. Iona. Snap je de echo? Want het is een villa, snap je? Ik kom eraan. Oh, dit is geen echo meer, want die is niet groot. Hier is hij. Hier is ze niet. Ik denk hierboven dan. Tenminste, laten we het hopen. Iona. Bedankt om het te spelen van ons... Wat? Waar is Iona? Dit is Iona? Are you kidding me? Ja, ik heb je gevonden. Kom mee naar deel 2. Ik hoop niet dat de boeven meegaan. Wat? 1. Iona is een fucking sponsje... wolblok. En ziet eruit als een... Ik heb geen idee. SpongeBob Patrick, mevrouw. En er is ook nog een deel 2... Oftewel, de boeven hebben haar nog een keer gevangen genomen. Ja, Iona, pas nou maar lekker op jezelf. Het is wel goed. Bedankt voor het spelen van onze map. Ik hoop dat je hem leuk vond. Laat in het begin van de map een reactie achter. En er komt een deel. Tot dan. Ik ga gewoon een warp plaatsen, jongens. Vind je dat ook goed? Ik ga gewoon een warp plaatsen. Ik vond het echt een hele leuke map. Heel leuk gemaakt ook dit. Het verhaal was allemaal raar. Het klopte niet helemaal, zeg maar. De zinnen stopten ineens. En de zinnen waren onafgemaakt. Was dat hier? Oh, Notch is gedood. En Malino is gedood. Met een PvP-battle tegen een appel. Nou, kijk, dit soort dingen zijn heel erg leuk om te maken. Gewoon de kleine details, zeg maar. Dit zijn dus details waar ik het al eerder in de aflevering over heb gehad. Die eigenlijk, je komt er niet per se langs. Tenminste, ik ging meteen door. Maar toch is het leuk dat je het hebt gemaakt. Want andere mensen valt dat wel op. En die andere mensen, dat ben toevallig ik. Ik. Wow, holy moly. We gaan een warp neerzetten. Wij noemen dit gewoon slash warp Iona. Iona. En dan kun je zelf dit ook spelen en dan kun je het zelf bekijken. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik zie jullie graag volgende week vrijdag om 7 uur. Zoals altijd, Plof van de Kijker is. Doei.